De Eindhovense atleet Kenny van Wegel heeft op de Europese kampioenschappen atletiek voor gehandicapten goud gewonnen op de 400 meter. Daarmee verdedigde hij zijn titel van 2 jaar geleden. Ik wist dat het een hele zware race zou gaan worden. Maar ja, ik heb, het is op een dag als vandaag, het is precies samengevallen. Dus ik had het niet verwacht in die manier, laat ik het zo zeggen. Dus ik had het laatste stuk had ik verwacht dat Marcel en Mark dichterbij zouden komen. Maar die hadden blijkbaar ook moeite met de wind. Er stond best wel een flink tegenwind in de laatste 200 meter. Maar als je dat van tevoren in je kop hebt zitten en weet dat je door moet rammen, dan kom je er wel. De Eindhovenaar stond op de 400 meter eerder al een aantal keer op het podium bij de Paralympische Spelen. In Athene in 2004 won hij goud. 2 jaar geleden in Londen pakte hij de zilveren plak. En Kenny is nog lang niet klaar. En wat is het dan met jou als met goede wijn? Hoe ouder hoe beter? Nou ja, je begint op een gegeven moment denk ik wel steeds beter in te zien in techniek en waar je op moet letten. Het lukt me nog steeds om de motivatie te vinden om kleine dingen te verbeteren, om grote dingen te verbeteren. Ik hoop dat ik nog eventjes zo door kan blijven gaan en elk jaar een beetje beter. En dan eerst de volgende belangrijke stop is dan Rio. En als op deze manier door blijven gaan, dan hoop ik dat we nog mooiere resultaten kunnen krijgen.